Brian, vandaag het U23-kampioenschap, daar zit muziek in jouw team, hè? Ja, we zijn de laatste maanden goed op gang, dus ik denk wel dat we met mooie resultaten mogen verwachten. Hopelijk kunnen we er ook mee naar huis komen. Voor jou persoonlijk, wat wordt er verwacht? Goh, ik hoop toch wel een mooie ereplaats. Rond het Vlaamse Brabantse Rijk wel meestal goed. En de accidenteerde parcours liggen mij toch ook wel. Dus we zullen wel zien dat de koers evolueert. Je hoopt op een groepje weg te rijden? Dat ligt het beste binnen mijn mogelijkheden. Ik ben niet de rapste in de sprint, dus ik moet een beetje zien wie het ermee is. Maar een pelotonsprint is iets moeilijker voor mij. Het weer zou een belangrijke rol kunnen spelen vandaag, hè? Ja, regen heb ik wel graag, dus van mij mag het beginnen. Maar, moet veel wind? Wind, ja. Dat zal misschien ook nog wel een bepalende factor zijn. Maar de koers zal zichzelf wel uitwijzen. Wie wordt er Belgisch kampioen? Degene die eerst over de meet passeert. Wat denk je zelf? Oh, ik heb geen idee. Er zijn zoveel kandidaten. Het hangt af van de dag ook. Wie heeft een goede dag, wie heeft een slechte dag. Dus ik kan er ook geen naam op. Binnen het team misschien niemand? Dat kan ook. Ik denk Tristan Vivet is wel erg gemotiveerd. Dus dat zal een grote kans hebben zijn. Dat is voor de spurt dan, hè? Dat is voor de spurt, maar ik denk ook wel dat hij kan wegrijden. Oké, succes. Dank u wel.